Ik zie hem nog zitten, op een rode plastic stoel. Voor de gelegenheid noem ik hem Elia. En dat doe ik niet zomaar. Ik moet namelijk denken aan die Bijbelse profeet die we op een gegeven moment uitgeput onder een struik aantreffen. Elia uit Colombia is normaal gesproken gezellig en hij houdt echt van een grapje. Nu overheerst een frons en zijn schouders hangen naar beneden. Uitgeput. En dat is niet zomaar. De voorganger leeft onder grote druk. Wanneer de gemeente van Elia samenkomt, staan er dreigende, uitziende mannen achterin. Zwaar bewapend. Niet ter bescherming, dat weet de voorganger drommels goed. Ze zien hem liever gaan dan preken. Hij staat doodsangsten uit, wanneer het evangelie klinkt. Een paar jaar geleden probeerden rebellen hem zelfs te vermoorden. En sindsdien droogt angstweet maar niet op.